Ik denk dat onze eerste helft zeker niet goed genoeg was om dan op het hoogste niveau resultaten te halen. En dan zie je ook nog dat we een doelpunt weggeven eigenlijk. Want dat hoort niet thuis, ook op eerste klasse. We hebben getoond 10 corners. Zoals Sint-Truiden er al vele getrapt heeft naar de eerste zone. En toch staat hij daar helemaal alleen. En glijdt hij eigenlijk tussen een heel pak mensen door. En dan, ik kan niet zeggen dat dat beslissend is voor de wedstrijd, absoluut niet. Maar we kwamen ook overal tekort voor de tweede bal. Onze circulatie van de bal was niet goed genoeg. En dan weet je dat je tweede helft vol aan de bak moet tegen een stug en goed georganiseerd Sint-Truiden. Korte aanloop. En dan Leisner, die gaat binnen. Hubert laat zich verrassen door een simpel tikje binnenkantschoen van de kapitein van Sint-Truiden. We hebben niks meer weggegeven in de tweede helft. We hadden een aantal fases waar het misschien juist niet precies genoeg was. En waar we nog een paar keer met een center zo juist te laat of juist niet goed genoeg op de juiste positie stonden. Maar we moeten gewoon naar ons eigen kijken dat we vandaag niet goed genoeg waren om te winnen. En verdient deze partij een winnaar? Ik ben het akkoord met de coach dat zij meer balbezit hadden eerste helft, maar buiten dit doelpunt, die volgens mij een flater is, wat is er dan anders nog gebeurd? Ik denk dat het zeker een vaste saaie wedstrijd was.